mediation aanbieden aan gedupeerden, zeggenschap bij verduurzaming. Hiermee is de ellende natuurlijk nog lang niet voorbij, maar dit zijn hele mooie stappen en dat geeft hoop en we gaan door voor heel veel meer. En misschien wel de belangrijkste stap, het Groningen veld moet zo snel mogelijk dicht. Daarvoor stemde gisteren een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer. In totaal werden er 5 amendementen en 8 moties aangenomen. Zo mag er niet bezuinigd worden op het geld dat toegezegd is aan gedupeerden. En ook schadegevallen mogen niet verjaren na 30 jaar. Het Groningen Gasberaad is blij met het nieuws. Ja, veel goed nieuws. Ja, zeker wel. Die moties en amendementen die zijn er allemaal doorgekomen. Nou, dat was, ik denk zelfs begin van dit jaar, bijna ondenkbaar dat het zo zou lopen. En nou, we moeten hier gewoon heel blij mee zijn dat dit in elk geval nou verder handen en voeten vorm krijgt. Dat is heel goed gegaan. En er zitten natuurlijk best een paar dingen in, vooral die einddatum van de schades. Dat is sowieso een goed punt, dat het niet kan verjaren. Dat de kraan een aantal maanden eerder definitief dichtgaat, zal geen enorme impact hebben op Groningers, volgens Wig Bolders. Het zal weinig uitmaken, maar het is voor het gevoel van de Groningers, die vooral psychisch lijden onder dat gedoe met die gaswinning, is het natuurlijk hoeveel hier dus te beter. Maar het belangrijkste volgens hem is dat er doorgepakt wordt op het gebied van schadeafhandelingen. We moeten vanaf nu ook dus gewoon doorgaan met versterken en schades herstellen. En straks moet ook het isolatieprogramma vanaf januari volgend jaar handen en voeten gaan krijgen. Opdat ze ook de Groningers direct in de portemonnee kunnen vernemen dat ze minder gas gaan verbruiken. En daardoor meer geld overhouden. Dus ja, alles gaat gewoon de goede kant op. En dat moeten we dus ook koesteren in die zin dat het nou... Dat het voorwaarts gaat, dat is echt een goed bericht.